Ornelis en Rogiers, volle bak, live in Antwerpen. Hey, goedemorgen allemaal. Ornelis en Rogiers met onze live uitzending een volle bak. Het gaat over die Peugeot 207 X-Line die er voor onze studio staat. En gewonnen zal worden door een van de mensen hier aanwezig in Antwerpen. Maar we moeten duidelijk zijn, het is niet evident. Het is redelijk heftig om om 5 uur 's avonds een lijst te krijgen en dan op zoek te moeten gaan naar al die items. Ja, en evident was het zeker niet. Ook niet voor Jitske en Dennis, waar ik hier nu bij sta. Ja, jullie hebben allebei niet veel geslapen. Jij zei net, Dennis, een uurtje maar. Wat is het laatste item wat je gezocht hebt? De regenworm. De regenworm, die moest levend zijn, hè? Ja, en daarvoor heb ik dus op handen en knieën met mijn bureaulamp, die ook op de lijst stond, in mijn tuin, waar voor de rest geen licht aanwezig is, nog aan het zoeken geweest. Veronique, vertel eens, hoe onschuldig zijn je handen? Onwaarschijnlijk. Oké. Okay. Onwaarschijnlijk. Dat is dan de eerste leugen van deze ochtend. Ik zet de bak al dichterbij en ik ga helemaal onderaan beginnen, hè. Oké, het eerste balletje. Breek je nagels niet aan die balletjes. Nee, oké. Ja, dat is een makkelijke. Hè. Om te beginnen, een bivakmuts. Een bivakmuts. Dat hebben ze allemaal wel, denk ik. Hè? Ja, ik zie daar toch een auto waar de lichten er nu niet... Er gaan hier toch een paar pinken. Ja, dat gaat er heel veel. Ja, ik denk dat dat in orde komt. Guy van Hirten van Westerlo. Ja, maar u heeft wel een probleem, hè? Wel ja, ik heb mijn kandidaten nog niet gezien. Ze noemt Saskia Smets, dacht ik. Ah, dat staat even, ja. Ja. Dat wil voilà. Ik heb mijn kandidaten nog niet opgemerkt hier. Dus ik doe een oproep bij deze dat ze zich naar de koffiebar hier begeeft. Geweldig. Om mij op te pikken. Saskia, jouw burgemeester staat hier. Ik denk dat ze hier is. Sanne. Voilà, dat is hem. En Veronique, gaan we nog een balletje eruit trekken? Ja, we gaan nog schiften. Iedereen klaar? Dus laat eens horen dat jullie klaar zijn. Niet te moeilijk is. Oké, zijn jullie klaar voor een rode balpen? Een rode balpen? Wie heeft dat niet? Oké. Dat kan geen probleem zijn. Nee, dat is redelijk makkelijk inderdaad. Bart, we gaan nog vlug een balletje trekken toen u er nog bij staat. Jeroen de Kok, die grabbelt. Ik ga toch helemaal onderaan. Voilà. Ja, ik heb er één. En daar zit in... Ik hoop dat de reanimatie gelukt is, want het is de levende regenworm. Levende regenworm. Oké, we gaan gesprek met alle regenwormen aan. Hey Kurt, jij moet dat doen, hè? Echt waar, dit gaat over balletjes, over condooms en over regenwormen. Echt een rare show. Ornelis en Rogiers. En we gaan er nog eentje uittrekken. En dit is de definitieve. Als ze dit alle twee hebben, dan betekent dat dat we naar de schiftingsvraag overgaan. Want het is kwart voor. Ja, dat voor zou door. Misschien spannend. Toch ook wel een beslissende bal kunnen zijn. Een levende slang. Een levende slang? Nee, heb die hebben ze bij. Allebei. Oh, ben je dan nu? Hier wordt getoeterd. En hier ook. €11.635, dat betekent dat Nancy Grauwmans de Peugeot 207 X-Line heeft gewonnen. Nancy valt hier Veronique de Kok in de armen, wordt gefeliciteerd door haar burgemeester. Nancy, mogen wij door de tranen heen? Even een reactie van jou, Nancy. Oh,